Hoppa! Hey! Deze filmpjes hebben we op internet gevonden. Bommenmakers uit Bodegraven, Zoetermeer, Katwijk en Den Haag hebben de video's zelf op YouTube gezet. Volgens de politie is extreem knalvuurwerk dit jaar een echte hype. Vroeger hadden we zeg maar de Chinese rol. Dat was een modeverschijnsel. 30% van wat we in beslag namen was meestal toch wel Chinese rollen. Ja, die komen we bijna niet meer tegen. Strijkers komen we bijna niet meer tegen. Het is toch allemaal meer dat die harde knallen. En die vooral vanuit het Oostblok deze kant op komen. Uit Polen bijvoorbeeld. En dat komt op allerlei manieren hier terecht. We hebben ook heel veel mensen die dus heen en weer reizen tussen Nederland en Polen bijvoorbeeld. Tegenwoordig ook heel populair om het gewoon te bestellen via internet. Je kunt alles bestellen via internet, dus waarom vuurwerk niet? Het is verboden, maar goed, daar houden ze zich niet allemaal aan. En dus is er regelmatig een flinke knal te horen. Zoals afgelopen zondag voor een wijkcentrum in Voorburg. Alle ruiten van de entree liggen eruit. Ja, een hele grote doffe dreun. Ja, ik dacht echt iets van een explosie of zo, dacht ik. De politie kan niet alle postpakketjes uit het Oostblok controleren. Ze moeten het vooral hebben van anonieme tips en trotse bommenmakers. Is het dan makkelijk om die mensen terug te vinden? Ja, dat is relatief makkelijk. Het is heel vaak dat ze zelf zo trots zijn op hun kunsten, dat ze naam en toenaam erbij zetten. Nou, dus die kunnen ook direct op een bezoek van ons rekenen. Vooral in onze regio zijn veel vuurwerkbommenmakers actief. De politie heeft daar niet echt een verklaring voor.